Ja, dit was hem, man. Hier is het allemaal mee begonnen. Hier is het allemaal mee begonnen. Jouw voetbalcarrière. Hier is het allemaal geëindigd ook gelijk. Ja. In Bankzitters zijn we vandaag te gast bij twee van de vier hilarische gasten van het tv-programma Street Lab. Dat ze van voetbal houden is overduidelijk. Eén van hen trainde zelfs stiekem mee met Schalke 04 en FC Utrecht. Vandaag kijken we voetbal bij de jongens thuis. Waar kijken wij voetbal dan? Ik denk toch gewoon hier, op deze plek. Ja, het ligt aan hoe belangrijk de wedstrijd is ook. Want als het gewoon een beetje gewoon relaxed is, dan ja, gewoon niet heel belangrijk, dan zit ik meestal op mijn bed en dan kijk ik het gewoon op mijn laptop. Jij kijkt het voetbal op je laptop? Met gewoon een zak chips. Gewoon een illegaal streampje, ja. Ja, dat kan je gewoon zeggen. Ja, ja, maar jij hebt gewoon alles, hè? Ja, ik heb gewoon alles. Ik heb gewoon de Fox Sports zat bij mijn KPN-abonnement, ja, inderdaad. Ja. Dat vind en ik een huistelefoon zat er ook bij in. Ja, die gebruik ik dan weer nooit. Als je bij je familie komt, hè, en je komt bij je oom. Och, het was weer wat, hè? Maar je hebt altijd wat om over te lullen. Ja. Je kan er ook heel lang over doorgaan. Voetbal kijken is gewoon echt een event. Dan drink je er gewoon pils bij. Maar zitten wij nu hier op zondag naar Eredivisie te kijken, dan drink ik er toch graag een tonic bij. Ja. FIFA, ja, ik moet het vaak in mijn eentje doen eigenlijk. Ik vind FIFA toch altijd met je vrienden. Ik vind het gewoon niet gezellig. Ja. Nee, maar het is gewoon, je gaat elkaar beschuldigen van het hebben van kutgeluk. Kutgeluk? Ja. Ken je dat? Ja. Kutgeluk? Ah, nee, maar eerlijk, dit is toch kutgeluk wat jij hebt? Dit is kutgeluk. Ja, dit is toch gewoon, waarom scoort hij niet? De knopje doet het niet. Ik haat verliezen, echt. Ja, maar daarom, ik vind het niet gezellig. En tegen mijn broer vind ik het helemaal naar. Hoe is dat ook alweer begonnen met niets? Nou, ieder jongetje heeft natuurlijk gewoon de droom om ooit profvoetballer te worden. Alleen de een heeft er talent voor. En de ander absoluut niet. Ander absoluut niet. En volgens mij zaten we in de kroeg. Volgens mij zeiden we, kunnen we dit niet doen? Het is helemaal niet heel erg goed doordacht of zo, hoe we dat zijn begonnen. Nee, zo vind ik meer gewoon, ja kom, we gaan naar de fanshop, we kopen tenue. En we gaan een keer bij de training kijken. Wat als je gewoon mee gaat lopen? Nou, nu doen we het alsof het heel makkelijk was, om mij zover te krijgen. Dat was nogal lastig, ik vond het even eng. Je hebt blauwe plekken van de stokslagen die we jou hebben moeten geven om je op het veld te krijgen. Ja, maar achteraf vond ik het leukste wat we hebben gedaan. Ik ga het nooit meer doen, dat weet ik wel. Ik als jouw spelersmakelaar ben toch in gesprek met meerdere partijen. Ja, weet je. Er zijn op dit moment, zie je toch gewoon een grote transferclub naar. Of een grote club met spelers naar China vertrekken. Nou, China snappen er helemaal geen ruk van, joh. En misschien dat ze voor mij nog wel heel veel geld willen neerleggen. Zou dit niet een club zo gek zijn? Dat er gewoon mensen naar het stadion komen voor niets om de laatste minuut zien in te vallen als ze zeker weten dat ze winnen. Jongens, kom op. Dat is toch lachen? Het is toch gewoon lachen? Ja, ik wil toch degradatie voetbal speelt in de Jupiler League. Eigenlijk, jongens, lachen toch? Laten we even een oproepje doen. Eén minuut dat ik gewoon betaald voetbal heb gespeeld. Wil jij niets als voetballer kopen? Contact ons dan. Er valt over te praten.